Straight was good. In the corner still. So, yeah. Het is allemaal nog een beetje wennen, maar het begin is er. Fausto Marreros uit Velserbroek maakt deel uit van de coachingstaf die door de Chinese bond is aangesteld om de schaatsers uit China medailles te bezorgen op de winterspelen van 2022 in Peking. Zeker ook gezien het niveau, gezien de fysiologische capaciteiten die uit de testen zijn gekomen, ga ik echt wel ervoor om zoveel mogelijk rood in plaats van oranje op dat podium te krijgen. Hun standplaats is Heerenveen, waar vandaag bij gebrek aan ijs- en skielertraining op het programma staat. En Fausto mag het ze allemaal uitleggen. Heel veel handen- en voetenwerk. Af en toe een jongen of een meisje erbij vragen die een aantal woorden Engels spreekt. En dan proberen het ook beeldend te vertellen. Dat is gemakkelijker als je elkaar verstaat. You must hang in there, you must keep it close. Ik ga wel, gewoon wel proberen om de meest basale zaken van Chinees op te pikken. Want communicatie is wel belangrijk. En alleen maar met een leuke glimlach en een schouderklopje komen we er niet. Dus ik ga wel proberen wat Chinees te leren. Hij is verantwoordelijk voor de lange afstandsrijders in de selectie. Logisch, want zelf was hij ook een steer. 20 jaar geleden op de Olympische Winterspelen van Nagano in Japan deed hij voor Portugal mee op de 5000 meter. De Chinezen die toen schaatsten zijn niet te vergelijken met die van nu. Ze zijn ook een stuk vrijer. Hè? Het is niet meer dat hele strakke regime wat er was. Een goede instelling gecombineerd met het talent zou best eens tot grote successen kunnen leiden in Peking. Alleen nog even dat Chinees onder de knie krijgen. Tje tje, ni hao.